Kan de AOW-leeftijd minder hard stijgen dan nu de bedoeling is? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Vakbonden en werkgevers willen de AOW-leeftijd minder hard laten stijgen dan nu het geval is. Dat blijkt uit een uitgelekt conceptakkoord dat in handen is van de Telegraaf. Straks een gesprek hierover, over deze haalbaarheid van dit plan met Peter Schalk van de RMU. Maar eerst moskeeën. Er moet meer worden gedaan om te voorkomen dat oliestaten invloed inkopen in moskeeën in Nederland. Dat zeiden veel politieke partijen vanmorgen in de Tweede Kamer tijdens het debat over buitenlandse financiering van moskeeën. Regeringspartijen CDA en ChristenUnie willen dat het kabinet deze financiering via de Bibop-wet gaat blokkeren. Aan de telefoon Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Goedenavond, meneer Segers. Goedenavond. Hoe wilt u deze wet gaan gebruiken, die Bibop-wet, om dat voor elkaar te krijgen? Nou, we zetten nu in tegen loesje horecaondernemers, ondermijning, criminele organisaties die geld witwassen. Dus dan gaat een gemeente kijken van kan iemand een vergunning krijgen of geven toestemming voor een geldtransactie. Dan wordt zo iemand door de Bibop gehaald. Dus dan gaan ze kijken van deugt iemand. En dan gaan ze een heel antecedentenonderzoek kijken of die in aanraking is gewoon met justitie. En daar kan dan, het licht kan op rood en het licht kan op groen staan. Ja. Dus je krijgt dan toestemming of niet. Wat wij willen is dat je de criteria aanlegt. Komt er geld uit onvrije landen? Wat zijn uitlatingen geweest van leiders van de moskee? Nou, we hebben nu voorbeelden gezien van de Assouna-moskee in Den Haag bijvoorbeeld. Waarin is gezegd, vrouwenbesnijdenis is goed. Er zijn haatdragende opmerkingen gemaakt over joden, over christenen, over shiïten. Ja. Nou, als dat allemaal blijkt in zo'n bibelprocedure, dan moet je zeggen, aan deze financiële transactie vanuit Saoedi-Arabië, Kuwait of waar dat vandaan mag komen, geven wij geen toestemming. Ja, oké, dat is dus de financiering. Maar hoe wilt u ervoor zorgen dat de moskeeën geen radicale denkbeelden meer verspreiden? Is die wet daarvoor de juiste manier? Nee, we hebben natuurlijk ook strafbare feiten. Dus als iemand over de schreef gaat en haatzaait bijvoorbeeld, of aanzet tot haat, dan kan de wet dat nu al vervolgen. Ja. Als wij zien dat er misschien uitlatingen zijn die net niet strafbaar zijn, maar wel onwenselijk, dan kun je ook de Bibop inzetten. Namelijk als die uitlatingen, denk bijvoorbeeld aan vrouwenbesnijdenis, van nou, dat zou best een goed idee zijn als, of als wij het voor het zeggen hebben straks, dan worden afvalligen, worden gestenigd. Ja. Dat soort denkbeelden, die kunnen misschien nog net vanwege de vrijheid van meningsuiting of de vrijheid van godsdienst, maar we vinden ze onwenselijk. En als dat wordt aangemoedigd met geld vanuit onvrije landen, dus denk aan Saoedi-Arabië. Ja. Dan kunnen we zeggen, jongens, daar zetten wij gewoon een stop op. Tot hiertoe en niet verder. Wij verdedigen onze vrijheid tegenover deze onvrijheid. Oké, duidelijk. Stel voor dat het lukt met die wet. Wat heeft het dan voor gevolg met bijvoorbeeld, Rooms-Katholieke kerken die geld vanuit het Vaticaan krijgen en verkondigen dat het huwelijk alleen voor man en vrouw is? Ja, dat is niet slecht voor integratie. Dat is niet strafbaar. Dat is niet onwenselijk. Dat behoort tot de vrijheid. En bovendien is Vaticaanstad is een vrij gebied. Mm-hmm. Dus dat zal op geen enkele manier zal dat hierdoor bedreigd worden. Je moet natuurlijk wel zeggen dat dat in zijn algemeenheid voor iedereen geldt. Ja. Dus er kan wel politieke beïnvloeding vanuit Rusland plaatsvinden. Hè. Dus we hebben gezien dat er pogingen waren dat Rusland het democratische proces in de Verenigde Staten probeerde te ondermijnen of probeerde te kapen. Ja. Daar zouden best pogingen kunnen worden ondernomen. Daar kun je deze wet ook tegen inzetten. Maar ik ben niet bang voor Vaticaanstad. Ja, want hoe zorgt u ervoor dat het aanpakken van de radicale islam tot slot de vrijheid van christenen niet gaat beperken? Dat is omdat je dus iedere keer heel goed moet kijken wat zijn de uitlatingen en komt er geld vanuit onvrije landen. Hmm. Dus de Verenigde Staten zijn geen onvrije landen of Israël is geen onvrij land. Maar we weten dat Rusland onvrij is, dat Turkije onvrij is, Saoedi-Arabië. Dus we moeten inderdaad een lijst vaststellen wat zijn onvrije landen. Daar moet buitenlandse zaken bij helpen. Wij moeten vaststellen dat er stromingen binnen de islam zijn. Denk aan het salafisme, een hele donkere stroming die vaak de opmaat is of de opmaat kan zijn naar jihadisme. Mm-hmm. Nou, daar moeten we heel alert op zijn. Zeker nu we zien dat er aanslagen zijn, dat er radicalisering is, dat jongeren zijn afgereisd naar Syrië. Dus we weten dat er veel op het spel staat. We weten dat er radicalisering plaatsvindt. En dan moeten we nu ook echt alle middelen aangrijpen om dat tegen te gaan. Prima, dank voor uw toelichting. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Graag gedaan. De vakbonden en werkgevers zouden een overeenkomst gesloten hebben over de pensioenen. De Telegraaf lekte vanmorgen plannen uit een conceptakkoord.
Daar het zo blijken dat beide partijen willen dat de stijging van de AOW-leeftijd wordt afgeremd. In de studio Peter Schalk, voorzitter van de Raad van Bestuur bent u van de RMU. Klopt. Geen voorzitter. Ja. Is dit een goede ontwikkeling, de AOW-leeftijd omhoog? Nou, het is in ieder geval een hele goede ontwikkeling dat er in ieder geval een akkoord lijkt te komen. Ja. Want werkgevers en werknemers hebben al heel lang eigenlijk geen goed akkoord kunnen sluiten met elkaar. Dus dat er nu in ieder geval iets aan het ontstaan is, dat vind ik het eerste. Dat is positief. Maar de inhoud? Nou ja, de inhoud is natuurlijk, het gaat heel hard met de AOW. Mm-hmm. De snelheid waarmee die oploopt, die is ook vergroot, de snelheid. Dus het gaat sneller. In 2021 zouden we al op 66 jaar zitten. En voor een aantal sectoren, mensen in zware beroepen, is dat best heel pittig. Dus in die zin is het heel goed dat we dat nog eens een keertje heroverwegen. Ja, het wordt menselijk en maatschappelijk onhoudbaar genoemd. Nou ja, er zijn echt wel beroepen waar het heel pittig is. Zoals in de bouw? Nou, bijvoorbeeld de bouw, de straatmaker enzovoort. Ja. Maar ja, je hoort ook wel van beroepen waarvan je in eerste instantie dat misschien niet zou denken. Maar bijvoorbeeld in het onderwijs zijn er ook mensen die steeds meer ervaren dat er naast lichamelijke zware arbeid, zoals in de bouw of in de straatmaker, maar dat er ook psychische druk is, hè? Geestelijke druk is op mensen die best een zware taak te verrichten hebben. En nu hebben zij dus een plan bedacht van om in ieder geval zeg maar het oplopen van die leeftijd te temperen. Ja. Hè? Dus dat het niet in 2021 op 67 jaar zou zijn, maar pas in 2025. Ja, of weer terug naar 65. Ja, de RMU heeft dat wel gesuggereerd. In onze organisatie. Ja, de RMU waar ik voor mag werken. Wij hebben in onze arbeidsvoorwaardennota aangegeven dat je zou kunnen nadenken over een flexibele AOW. Bijvoorbeeld die mag ingaan als je 65 bent. Alleen dan moet je wel accepteren dat je bijvoorbeeld een lagere AOW krijgt. Okay, en dat is wel, op zich is dat een hele interessante. Zeker voor mensen die een pensioen hebben opgebouwd. Mm-hmm. Maar stel voor dat je dat niet hebt gedaan, dan moet je wel heel erg goed nadenken voordat je dat doet. Want ja, dan krijg je een lagere AOW, maar wel voor de rest van je leven. Ja. En voor mensen die weten van nou, ik ga met mijn 65ste, maar met mijn 67ste, dan krijg ik ook nog pensioen. Dus dan kan ik het wel volhouden, kan ik me dat voorstellen. Maar anders wordt het wel ingewikkeld. En geldt dat dan voor alle beroepen of alleen die zware beroepen die u noemde? Nou ja, dat zou al geweldig zijn als we tot de conclusie kwamen van wat zijn nou eigenlijk echt zware beroepen? Mm-hmm. Waar moet je dat voor doen? Maar in de praktijk blijkt dat een heel ingewikkelde exercitie te zijn. In België zijn ze daar wel wat verder mee. Want wat u zwaar vindt, vind ik misschien niet zwaar. Ja, precies. En de een is misschien sterker van lichaam en kan het langer volhouden. Maar er zijn echt wel beroepen aan te wijzen waar het gewoon heel pittig is. Mm. Zeker als je jong begonnen bent. Hè, jongens die bijvoorbeeld op de 16e zijn begonnen in de bouw. Ja. Dan moet je eens even nadenken dat als die tot zijn 67, dan moeten ze 51 jaar aan de bak. Ja. Nou, dat is een enorme periode. Nou, en in die zin is het helemaal niet verkeerd dat er nu over nagedacht wordt. Of het haalbaar is natuurlijk een tweede. Want als je dat uitschuiven van 2021 naar 2025, er zijn al snelle berekeningen gemaakt. Dat zou ongeveer een miljard moeten gaan kosten. Het kost geld. Ja, het kost absoluut geld. En dat is er niet. En het is ook nog maar een concept. Mm. 1, 2. Een concept tussen werkgevers en werknemers. Dat juich ik toe. Die polder moet weer hersteld worden wat dat betreft. Maar als die het al eens worden, moet ook dit kabinet het nog eens worden. En die hebben nou juist iets anders in het regeerakkoord gezet. Er moet nog veel water door de Rijn stromen voordat er een akkoord er is. Ja, ja. We gaan even naar een actueel conflict tussen de thuisorganisatie Verian en de vakbonden. Verian is 2 weken geleden failliet verklaard. Veel werknemers zijn bij uw organisatie aangesloten. En u probeert samen met FNV en CNV hen onder te brengen bij een overnamekandidaat. In de media wordt echter gesproken over een thuiszorgoorlog. Ja. Hoe zit dat? Nou ja, het is een beetje ingewikkeld, maar ik zal proberen het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Ja, er is een onderdeel van Verian dat is failliet. Mm-hmm. Maar de stichting, zeg maar overkoepelende, die is niet failliet. En wat is er nu gebeurd? Dat faillissement, het is uitgesproken. Dat betekent dat je dus surgeons van betaling hebt aangevraagd gekregen. Er is een curator. En die zegt op een gegeven moment van oké, jongens, ik heb een onderdeel wat failliet is verklaard. Dat betekent dat er andere partijen langskomen, want die willen vaak uit een failliete boedel wel iets opvissen. En dat is ook in dit geval aan de orde. En dat betekent dus dat er andere partijen als die eerste stichting, zeg maar, ook zeggen van oké, wij willen misschien wel personeel overnemen. Mm. En dan wordt er over onderhandeld door die vakorganisaties van oké,
garanderen jullie dan banen? En zijn die banen dan ook qua arbeidsvoorwaarden hetzelfde? Ja. En wat gebeurt er nu? Die stichting Verian die zegt inmiddels van ja, maar wij hebben ook nog wel banen voor een aantal van deze mensen. Nou, dat betekent dat je een heel raar spel krijgt. Vakorganisaties of vakbonden die hebben in zo'n situatie dat er een faillissement is, hebben ze eigenlijk niet echt een positie in die zin dat ze een akkoord kunnen sluiten, mm-hmm. want er is een failliete boedel. Ja. Maar ze proberen zo goed mogelijk te onderhandelen voor hun leden. En leggen dus aan hun leden voor, kijk, bij deze partij kan je je baan houden en krijg je deze arbeidsvoorwaarden. Maar bij de organisatie waar je nu tot nu toe werkt, als je daar heel graag wil blijven, die hebben misschien wel dezelfde arbeidsvoorwaarden. Een spagaat dus waar die mensen in zitten. Nou ja, dat kan. Wat de positie van de RMU is eigenlijk glashelder. Ja. Wat wij proberen te doen, is het zo goed mogelijk te regelen voor onze leden. En wat hebben onze leden nodig? Een baan, goede arbeidsvoorwaarden. Ja. En als er zometeen 2 of 3 partijen zijn, dan zeggen we tegen ze van, nou, daar kun je dat. Dat hebben we daaruit onderhandeld. Maar in die situatie kan je dat en dat gaan verdienen. Dus dat betekent dat ze ook bij Verian kunnen blijven? Dat kan, maar dat is ook altijd zo, zeker in zo'n situatie. Want wij kunnen niet tegen iemand zeggen van, we hebben een goede deal met een van die organisaties. U moet daar naartoe, want iedereen is vrij om zijn contract te maken ergens. Ja. Dus wat wij doen is zeggen van, die oorlog, die knokken jullie samen maar uit. Wij proberen ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk voor onze leden arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid garanderen. Want intussen ligt die thuiszorg die mensen geven, ligt stil. Nou ja, dat risico is er inderdaad. Volgens mij wordt er nog wel doorgewerkt. Maar daarom is het ook van belang dat er natuurlijk snel helderheid komt. En dat er heel gauw andere thuiszorginstellingen zijn die zorg overnemen. Mm. Want zonder zorg is erg zorgelijk. Ja, toch klinkt het een beetje raar. Want in die sector, de zorg, maar ook de ICT, techniek, bouw, onderwijs, is ontzettend veel werk. Ja. Zijn heel veel mensen nodig. Ja. En dan zo'n conflict, dat remt dat helemaal af. Waar moeten trouwens al die mensen vandaan komen? Ja, in die sectoren die ik noem, ICT, zorg, onderwijs, dat uit is Polen? Nou, nee. In eerste instantie moeten we natuurlijk gewoon kijken of we dat hier in Nederland goed kunnen organiseren. Maar als die er niet zijn? Nee, als die er niet zijn, dan krijg je, dan krijg je eigenlijk 2 effecten. Of je gaat dus ze ergens anders vandaan halen, dat is 1. Of 2, je gaat iets doen aan die krapte op de arbeidsmarkt. En dat betekent dat je met de lonen gaat stunten, zal ik maar zeggen. En tegelijk zijn er ook heel veel werklozen. Ja, die zijn er inderdaad ook nog. Dus de match tussen datgene waar werk te vinden is en de mensen die nu nog aan de kant staan, die moet eigenlijk versterkt en verbeterd worden. Dat lijkt me een eerste voorwaarde. Maar daarnaast kun je ook begrijpen dat het natuurlijk altijd in een economie met pieken en dalen gaat. Hè? We hebben net een enorme aantal jaren crisis achter de rug. En toen zijn er een aantal sectoren geweest, bijvoorbeeld de bouw. Hè? Dat moest allemaal minder en mensen werden. En dan zie je eigenlijk gebeuren dat de arbeidsmarkt achter de economie aanloopt. Mm. In eerste instantie daalt de economie. De arbeidsmarkt loopt nog een tijdje door en duikt dan ook weg. Ja, het zijn pieken en dalen. Nu is het andersom. Ja, precies. Focussen wij als Nederland ons niet te veel op de dienstensector in plaats van op die maakindustrie die wij ook hebben? Wel een hele goede vraag. Want wat wij een beetje merken is dat heel veel mensen denken van onze kinderen moeten goed opleiding hebben. En dat is ook waar. Maar als je niet oppast, zijn ze zo gefocust op zeg maar de kantoorbaan, dat we geen oog hebben voor het feit dat het heel belangrijk is dat we zometeen ook technische mensen hebben. Ja. Als bij u thuis vanavond de waterleiding springt, dan sta je met 2 linkerhanden te kijken en dan moet je een loodgieter hebben. Ja. Die hebben we keihard nodig. En laten we die beroepen ook gewoon de credits geven die ze verdienen. Ja, dus veel mensen met rechterhanden, 2 rechterhanden. Aan het werk. Aan het werk te gaan. Ja. Dank voor dit gesprek, Peter Schalk. Graag gedaan. Raad van bestuur van de RMU. Klopt helemaal. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Hartelijk dank voor het kijken. Morgen beleven we welzijn. Zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.